Good morning! Het is vrijdag en welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn planning is even wat anders dan dat ik zou doen. Ik zou eigenlijk vandaag naar Leeuwarden gaan om met een oud collegaatje lekker wat te lunchen en zo. Maar ik werd vanochtend wakker. Trouwens, tering slecht geslapen. Maar ik werd wakker en ik dacht, nee, ik wil gewoon de deur niet uit. Ik trek het niet. Ik heb er geen zin in. En ik ben daar best wel makkelijk in en zeg ik best wel snel dingen of mensen af. Omdat ik het gewoon niet trek. Maar dat is ook gewoon omdat ik even voor mezelf wil zorgen en zijn. Ik wil thuis blijven. Ik wil gewoon niet de deur uit. Ik wil wel even wat content eventueel maken. Maar ja, dan zit ik gewoon lekker in mijn eigen bubbel. In mijn eigen ding. En daar heb ik gewoon zin in. Het is nu lekker 11 uur. Ik heb al RuPaul's Drag Race Global All Stars gekeken. Nieuwe UK is online. Sorry. Liv. Dus die heb ik ook gekeken. Dus ik ben helemaal weer even Drag Race. Ja, ik heb alweer een wasje gedraaid en dingen. Dus ik ben weer lekker gewoon mijn ding gaan doen. Dus dat is echt super chill. Ik ga nu even douchen. Ik moet even mijn tattoos en zo insmeren. En dan ga ik even kijken of ik al ga beginnen bijvoorbeeld met een video of niet. Of ik ga het gewoon allemaal lekker zien. Lekker chill, geen haast. Dus ik heb er helemaal zin in. Ik ga even lekker lunch maken. Lekkere crackers. En zal ik even. Ik heb lekker gedoucht en echt super lief. Mijn moeder zit dus op Ibiza, samen met mijn vader. En zij waren nu in een winkel en ik had gevraagd of mama er even langs wil gaan in Ibiza stad. Want daar zit Rutta Market. En oh my god, die winkel is mijn droom. Dus ik heb mijn moeder gezegd, ik zeg vriendin, als jij daar bent en wil je er even langs gaan, wil je dan even foto's maken van de winkel, van alles, gewoon ik moet het zien. En wil je dan even wat voor me meenemen. Dus ze heeft net super veel leuke dingen laten zien. Maar ik vind het dan toch lastig om dat via een telefoon te beslissen. Maar als het goed is heb ik iets heel leuks. Een waanzinnige tas met een soort 3D... Oh, ik dacht even een pakketje was. Met een soort 3D Mickey Mouse erop. En zo'n knuffel. Waanzinnig. En ook een Mickey Mouse sleutel. Bangle voor aan je tas. Super cute. En ze hadden daar een SpongeBob oorbel en een Pikachu oorbel. Oh my god. Made of old, zeg maar gemaakt van oud speelgoed. Maar super cute. Dus ja, ik was er helemaal aan. Ik was er helemaal fan. Dus dat heeft mijn moeder super lief meegenomen. Ik zag nog wel meer leuke dingen. Ik zag ook fucking vette kettingen. Nou, eigenlijk moet ik even kijken of ik dat zelf kan gaan maken. Maar die waren 200 plus euro. En toen dacht ik, ja, I mean, I'm crazy enough to do it. Maar ik dacht, dan moet ik ze echt even goed in het echt zien. Dan moet ik even kijken hoe ze ook omzitten om je hals en zo. Dus nou ja, het is alleen maar een teken dat ik gewoon volgend jaar of zo weer lekker naar Ibiza moet. Om het allemaal even te checken. Ik doe heerlijk even twee crackers met vegan heksenkaas. Lekker extra belegen kaas en tomaatjes. En dan doe ik de andere met pikante hummus van de Albert Heijn. Deze is waanzinnig. Met komkommer en dan lekker peper en zout erop. Dus die is wat pittiger. Echt heerlijk. En dan heb ik lekker twee verschillende crackers. En dat vind ik altijd wel lekker. En dan ga ik zo meteen maar eventjes mijn haar doen. En even wat TikToks filmen of zo. Heb ik ook wel zin in. Ook wel weer leuk. Even gewoon chillen. Ik heb niet echt campagnes of zo die ik moet filmen. Dus dat is op zich wel fijn. En dan kan ik gewoon alles lekker in mijn eigen tempo doen. En hoe ik het zelf wil inplannen. Dus dat vind ik altijd wel lekker. Vinden jullie het eigenlijk leuk als ik ook praat over campagnes die ik doe. En hoe dat allemaal dan gaat. En dat deel ik natuurlijk wel heel vaak. Van ja, dat ga ik nu vandaag doen. Maar vinden jullie dat leuk? Is het überhaupt interessant? En ik vind het zo leuk hoe jullie reageren op mijn YouTube vlogs. I love just to jappa. Gewoon lekker praten. Vind ik gewoon heerlijk. Ik hou van praten. En gewoon lekker gewoon dat doen. Want ik wil altijd even geluid om me heen hebben. Ik wil eigenlijk altijd praten. Ik wil altijd even gewoon gezellig. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Kijk lekker de vlog van ME. En ik ben ondertussen even, ga ik zo even mijn wimpers plakken. Dus ik ben bijna helemaal klaar met mijn make-up. Daarna ga ik even een lipvideo maken voor MAC. En ik zit me ineens te bedenken. Ligt eraan of het droog blijft doen. Want ik heb het idee dat het zo meteen gaat regenen. Maar dat ik denk, oh my god, ik heb vet veel zin om naar de kringloop te gaan hier in Dalfsen. Hele tijd niet geweest. Ineens heel veel zin in. Dus misschien ga ik dat een hele spannende opwelling doen. En dat ik daar even een videootje van maak of zo. I don't know. Dus we moeten even kijken. We will see. Ook al gedaan? Oh, ja, ik weet niet of je een beeld hebt. Sorry.
Maar je had het ook helemaal van, als je... Ach, nou, die wimpers moeten even drogen. Het zal maar even niet lukken, maar dan ga ik daarna filmen. Sorry? Zien wij deze lip? Zien wij deze lip? Ik ben obsessed. Oh my god. Love it. Ik ga even vertellen wat ik heb gebruikt. Ik heb lip liner Caviar gebruikt. De zwarte nieuwe lip liner. Toen heb ik hem heel eventjes afgevlakt. En wat soort clean canvas gemaakt met Flashpot lipstick. En toen de Tilted Denim lipstick eroverheen. En dat is dus deze parel. Oh. Ik kan zo gelukkig worden van een hele goede, moeilijke, nieuwe lip. Nu zit ik eraan te denken om heel even aan te kleden en heel misschien even naar de kringloop te gaan. Heb ik dat hier al verteld? Weet ik, ik heb er ineens heel veel zin in, omdat ik de vlog van ME keek. Maar ik moet heel even kijken of het regent. Anders heb ik geen zin. Ik zit even in het atelier van mijn moeder achter de naaimachine. Want ik heb deze clownsbroek en die heb ik ooit via Vinted gescoord. Echt een toppertje. Maar het elastiek was helemaal lam. Dus ik heb het hele elastiek er even uitgehaald. Het is super makkelijk om terug te zetten. Omdat deze broek ook ooit zelf is gemaakt. Dus ik moet even elastiek knippen. En even opnieuw inzetten. Ik heb eigenlijk nog een set. Die heb ik ooit via ASOS besteld. En echt hartstikke leuke set. Even kijken hoor. Even de taille. Nou, wordt natuurlijk ietsjes... Nou, doe het zo. We gaan het zien. Ik heb nog een set van ASOS liggen. En die moet ik eigenlijk ook nog even gaan vermaken. Die heb ik al meer dan een jaar thuis liggen. Maar nooit aangehad omdat die top net te groot is. Dus ik moet hem even iets... Het is echt een klein stukje wat ik moet innemen. En dan kan ik hem echt fabulous gaan dragen. Bijvoorbeeld voor een keer een event of zoiets. Het regent zo hard, mensen. Het is echt niet oké. Dus ik denk dat ik morgen even bij de kringloop ga kijken als dan... wel oké weer gaat zijn. Maar dat is ook altijd nog maar afwachten natuurlijk. En ik ben ondertussen even aflevering van Boos aan het kijken. Echt, Tim Hofman vind ik zo'n gave man. Ja, dat kan ik niet helpen. Ik vind hem het einde. Oh, ja, echt een parel is dat hoor. Informatie in de achterzak weer eens rond gaan bellen. We hebben het allereerst voorgelegd aan de ILT. Als je... Dat alle voortoetsen verder... Dat zit niet zo. Ja, of die nu strak genoeg is, dat weet ik niet. Want ik denk dat die iets strakker moet. Oké, kijk, dit is die set die ik eigenlijk wilde vermaken. Maar ik heb hem eigenlijk nooit gedaan omdat die top... Ik vind, er zitten een beetje moeilijke cups in. Maar nu ik eigenlijk hem zo zie, denk ik, ja. Is eigenlijk wel mooi. Hij is ook best wel lang. En die rok is eigenlijk te groot. Maar ik vind het denk ik mooier als je hem dus zo laag draagt. En hij heeft dan van die leuke steentjes en soort zakjes, nep dan. Maar now it's giving more body. Dus ik denk niet per se dat ik er nu iets mee hoef te doen. Zeg maar. Ik denk dat dit wel heel tof kan zijn ook voor... events of andere dingen. Dus als ik die top nu strakker ga maken, dan gaat hij niet meer lekker zitten. Oh, dan kan ik dus dit eigenlijk gewoon aan. Love it. Oh, ik moet iets toegeven aan jullie. Ik heb pizza besteld. Ja, ik denk het regent buiten. Ik ga een serie opzetten en pizza eten. The best cozy evening you can have on a Friday night. Ja, Videoland wilde ik natuurlijk weer niet verbinden. Dus het is echt weer amazing. Maar ik wil powerkoppels kijken. Videoland wilde ik niet verbinden. YouTube heb ik al uitgespeeld. Dus wat is er op Netflix? Wat geeft Netflix mij dat ik denk... Ik vind het allemaal zo moeilijk. Van ga nog maar eens wat verzinnen, weet je wel. Van... Zoek maar eens iets nieuws, wat ook gewoon werkt, wat ook leuk is. Ja, ik vind het allemaal... Oh my god, oh. Ik dacht helemaal het nieuwe seizoen van Hartstopper is er al. Oh my god, donderdag volgende week. Oh my god. En dan wil ik dat eigenlijk weer helemaal opnieuw zien. Zo ben ik dan ook wel weer.
Maar ik ga het even kijken. Ik lijk godverdomme wel een vent. Nee, goedemorgen, het is zaterdag. Dit haar gaat zo'n eigen leven leiden. Het is echt insane. Maar ik ben echt super blij dat het groeit. En dus ik ben er echt helemaal blij mee hoor. Maar dit temmen is wel echt next level. Good morning. Welkom. Ik ga nu gewoon lekker ontbijten. Het is 9:50. Er komt vandaag een pakketje binnen. Ik wil even naar de kringloop, want volgens mij blijft vandaag droog. En ik denk dat Mila even gaat appen of ze zin heeft om een koffie te doen. Dus dan ga ik dat even doen. Oh ja, ik moet ook nog naar de supermarkt even kijken wat ik ga eten vanavond of zo. Moet ik even kijken. Maar dat komt wel goed. Dus dat. Ik moet zo lachen. Pascal die is mijn vlog aan het kijken. En altijd als ik Pascal's vlog kijk, geef ik een hele review. Hè, met spraaknemers, alles via WhatsApp. En nu is het aan Pascal's beurt voor mijn vlog. Oh, en dit is dat ik heel veel dingen niet kan laten luisteren. Wacht, ga ik deze proberen. Wat zo'n moeilijk inpakpapier om die doos van SpongeBob. Ik ben zo lelijk. Als ik even goed kunnen investeren in een leuk inpakpapiertje. Dit soort dingen dus. Gewoon over elk fragment hebben we wat op te merken, wat te zeggen. Oh, oh, oh. Dus, dat is nu gaande. Ik ga in ieder geval nu lekker douchen. Het is 11:15. Het regent wel nu. Barney. Maar ik wil dus naar de kringloop. Ja. En ik heb ook besloten, ik heb eigenlijk echt geen zin in make-up. Maar ik wil naar de kringloop, daar wil ik een vlogje van maken. Ik wil misschien even een get dressed with me doen. Maar dat doe ik allemaal lekker gewoon zonder make-up, because Mino calling, hè? Mino calling. Dus ik ga het allemaal even fixen. Maar ik hoop niet dat het lang blijft regenen. Ik ben me heel even aan het aankleden. En nu zit ik alleen nog even te kijken qua accessoires. En deze van Moschino, die ketchup en mosterd, nog nooit ingehad. En het is heel leuk. Maar ik heb dus ook roze elementen in de look met panterprint. Dus dan vind ik ze eigenlijk net even niet werken, omdat te veel oranje dan upstairs gebeurt. Dus ik ga ze even uitdoen, even iets anders in. Maar ik moet ze echt even ergens neerleggen, zodat ik ze zie. Want ik vergeet altijd dat ik deze heb. Deze zijn iconic. Ik heb toen een hele bunch aan Moschino sieraden gescoord bij TK Maxx. Maar eigenlijk zijn deze €300 origineel. Het is gewoon alweer aan het regenen. Ik word niet goed. Ik wil gewoon naar de kringloop. En de hete denk, oh, het zonnetje schijnt. En dan gaat het weer regenen. Het is vreselijk. Ik denk dat ik deze baby's gewoon in doe. Maar ja, ik heb er dus wel zin in. Ik ga er even een TikTokje van maken dat ik erheen ga. Dat vind ik ook cute. Die baby's zijn altijd goed. En ik wil lekker mijn tietentas doen. En ik heb er ook nog even bedels aan gedaan. En dan ben ik een gaaf look. Ik heb deze zonnebril heb ik ook nog. Ook wel een parel. Deze heb ik gewoon via Temu gescoord toen. Maar ja, wel een lekker brilletje, moet ik zeggen. Maar zit er nou ook hier geel in? Nee, niet echt, hè, want ik heb ook een gele. Anders wordt het zo heel veel roze. Maar die roze was wel beter voor de look. Nou, ik ga het allemaal even zien. Het schijnt nu droog te zijn. Ik zie een blauwe lucht en alles. Maar het is dus volgens mij vet koud. Maar als ik dus een jas over dit lakding heen doe, dan wil ik weer dood. Dus ja, wat gaan we doen? Vind ik heel lastig. Maar ik ga naar Kringloop. Ik weet niet of ik echt iets ga filmen voor jullie. Ik neem wel mijn camera mee. Omdat ik er een aparte vlogfilm wil maken voor TikTok. Maar we gaan het even zien. Godverdomme, hey, ik van hem. Water. Ik heb het zo warm. Ik ben terug van kringlopen. Ik heb waanzinnige dingen gescoord. Maar daarvoor moet je echt even mijn TikTok checken. Wil je het zien? Maar ik zweet me helemaal de tandjes. Maar ja, wat wil je in een soort spandex latex jasje? Oh mijn god, mijn lieve. Nou, ik ga weer wat anders aandoen. Mijn uur bellen. Ik heb weer gewerkt. Oh, ik krijg hem niet eens uit. Oh. Mijn arm heeft weer lucht. It's very hard to be a fashion girly. Oh, hallo. Mijn video is even aan het uploaden op TikTok. En ik heb een Temu pakket binnen. Dus ik denk, weet je, laten we deze vlog waarin ik weinig doe even interessant maken door Temu te unboxen. Oh. Oh ja.
Ik heb de dingen besteld, mensen. Niemand is ready. Ik was het alweer vergeten. Dankjewel. Even kijken. Oh, we beginnen even met dit. Dit zijn Hello Kitty oorwarmers. Ja, ik vond dit eerder. Dit moest ik natuurlijk hebben voor als het winter wordt, hè. Oh, maar ze ziet, oh, het strikje zit wel een beetje lossig, maar die kan ik even vastmaken. Maar ze ziet er niet uit als een soort moeilijke Hello Kitty. Een hele mislukte. Ze ziet er wel gewoon uit als Hello Kitty. Oh, leuk, hè? Ja, dat vind ik leuk. Oh, ik ben fan. Even kijken, wat is dit? Oh, dit is gaaf. Ja, dit wil iedereen. Dit is shows. Ja, ik vind het wel heel leuk, moet ik zeggen. Ik wist helemaal niet dat hij zo sheer was, maar oké, work. Dit is een heel groot t-shirt met zo'n bikini lichaam erop. En de achterkant die heeft billen. Vind ik heel leuk. Oh ja, hier ben ik heel blij mee. Love it. En ruikt zelfs lekker, dat is ook nieuw voor Jamie. Dan heb ik, hier ben ik benieuwd. Nou, ik weet niet hoe ik hierbij kwam of hoe ik dit heb gevonden. Maar het is een soort latex luier of zo. Het is heel vreemd. Maar ik leef. Ook vind het is een soort volwassen latex luier. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit weer gaat zijn. Maar ik denk dat het heel vet kan zijn. Nou, gaaf. Ik heb ook een hele moeilijke. Ik ben helemaal into de micro short. En nu zag ik een soort bundel. En dit zijn eigenlijk gewoon mini onderbroekjes. Maar dan helemaal shiny en cute. Ik dacht dat ze iets groter waren wel. Maar wie weet kan ik hier even een keer iets leuks mee doen. Allemaal leuke pastelkleurtjes. Dan heb ik ook weer gave sokken. Want ik had laatst. Is die video nou geüpload? Nee. Ik had laatst katten sokken besteld via Temu. En die waren eigenlijk dus echt top. Ook qua kwaliteit best wel oké. Dus nu heb ik deze met Hello Kitty erop. Helemaal gezellig. En die wat is dit nou weer? Geks. Oh, dankjewel. En die sokken zaten echt wel heel lekker. Het zijn gewoon eigenlijk een soort panty sokken. Dan heb ik. heb ik ook een hele gave set. Ik heb deze set al, maar dan met Tweety erop. Maar dit is met Cheetos. Voor en achter hetzelfde. Ja, mijn leven. Ik leef. Dit vind ik heel leuk. Ik had laatst die Hello Kitty weer aan. En dit is dus lekker met Cheetos. Helemaal leuk. Soms moet ik ook zo om mezelf giechelen. Met alles wat ik dan weer shop. Maar als ik dan looks maak, hè. Oh, ik serveer ze wel. Ik kan veel zeggen. Ik heb nog een paar van die leuke panty sokken met Hello Kitty. Heel schattig. Very jumeur. Very cutie. En ik heb twee telefoonhoesjes. Wat echt heel dom is. Want ik heb letterlijk een nieuwe telefoon besteld. Maar de telefoon heb ik besteld nadat ik dit heb besteld. En van mijn nieuwe telefoon zijn mij nog geen telefoonhoesjes. Maar oké. Deze. Een cleaner. Vind ik heel leuk deze. En ik heb dus nog een Crocs hoesje. Dit is letterlijk dezelfde als die ik al heb op mijn telefoon. Hier is ze. Maar deze heeft tenen. Dus ik was wel fan. Kijk, deze heeft heel moeilijk tenen erop zitten. Echt super leuk. Dus die wilde ik hebben. Ja. Gaaf, hè? Gaaf ding. Volgens mij is mijn TikTok geüpload ook. Dat zou fijn zijn. Zou ik waarderen. Ik sta op het punt om naar het dorp te gaan. En Mila en ik die zitten altijd bij Vera's. En dat zit naast Albert Heijn. Dus ik neem gelijk een grote tas mee. Dan kan ik na die tijd boodschappen doen. Oh, avondeten halen en alle andere essentials weer. Ik heb hier Alpro nodig en dat soort gezeik. En die is vanochtend opgegaan, dus dan ga ik het allemaal maar even halen. Ik heb het zo koud in huis. Ik heb de verwarming al een beetje aangezet. Maar jezus. Niet oké. Ik vind er wat van. Dus nee, ik ga nu naar Kruisje. Daar hebben we om 3 uur afgesproken. En dan gaan we lekker koffie drinken. Klagen. Bijkletsen over het leven. Iets vinden van alle mensen die in Dalfsen leven. Nou ja, nee.
Ik ben weer thuis. En nou, echt weer gaaf. Zelfs word ik nu in Dalfsen lastiggevallen. Echt gaaf weer. Nou ja, echt lastiggevallen. Maar nou ja, jawel. Want ik was met Mila gewoon koffie doen. Ik heb verder trouwens ook niks gevlogd. Want had verder niet. Dat doe ik eigenlijk nooit, wanneer Mila en ik samen zijn ook. Dus we zitten gewoon lekker koffie te doen. Maar er liepen al 3 kinderen, 2 jongens en een meid. Die liepen dus al een keer heen en weer. En nou ja, oké, sure. En op een gegeven moment gingen ze dus bij de Albert Heijn. Dat zit naast Vera's, waar we altijd zitten. Gingen ze dus gewoon staan. En daar hebben ze echt gewoon meer dan een half uur volgens mij gestaan. Want wij hebben echt nog heel lang gewoon lekker koffie gedaan. En ik zag ze al de hete met z'n drieën staan. En ook de hete naar ons kijken. Dus ik wist al van, nou ja, ik word herkend. Prima, sure, zo. En ik dacht alleen maar van, what the fuck, hoezo sta je daar? En die staat toch middag. Ga wat doen, of zo. Toch? Ga iets gezelligs doen. Maar je staat even bij de fucking fietsenstalling. Hoe is je leven? Hoezo? Nou ja, oké. Okay. Dus op een gegeven moment, ja, ik moet gewoon boodschappen doen. Ik heb weer mijn Alpro en zo gehaald voor vanavond. Ik ga lekker wraps eten. Heb ik even alle ingrediënten voor gehaald. Ik heb eindelijk mijn eieren. Dus ik moest dat gewoon allemaal even halen. Dus ik loop langs. Zegt een van de jongens. Ja, hey, Sas Looks. Hoe heb je me geblokkeerd op TikTok? Dus ik zeg gewoon van, nou ja, schat, dan heb je daar waarschijnlijk een reden voor gehad. Want anders blokkeer ik je niet. Ja, dus nou ja, blablabla. Dus ik loop gewoon die supermarkt in. En ik was alweer geïrriteerd, hè. Ik had al meteen, ik dacht, schat, als ze er zo meteen nog staan, ik... En ze gaan irritant doen. Ik vraag gewoon op de Heijn of ze hem willen wegsturen. Maar oké, het zal wel. Heb ik alles eruit, ja. Dus wij gaan boodschappen doen. Ik heb gewoon mijn lijstje. Ik heb maar alles gedaan. Helemaal gezellig. En Mila was er nog steeds bij, gelukkig. En we gaan de Albert Heijn uit. En ja, Sans Luke, Sans, mag ik met de foto, mag ik op de foto? En ze stonden er nog steeds. Maar stonden dus letterlijk, stond hun, iemand anders fiets en mijn fiets. Toen dacht ik, ja, of course staan jullie weer naast mijn fiets, maar ik is goed. Dus ja, mag ik de foto, mag ik de foto? Nee, ik zeg nee, schat. Nee. Ja, ja, en wil je me deblokkeren, bla bla bla, want zo kan ik je niet volgen. Ik zeg ja, I don't care. Dus dat was heel irritant weer. En... Zo ook op een gegeven moment, ja, waar woon je, waar woon je? Ik zeg, what the fuck? Ja, we mogen een beetje mee naar huis. Ik zeg dat jullie hier gewoon de hele middag staan met jullie drinken. Echt gaaf te zijn bij de fietsenstalling, sorry, maar ik heb echt wel beters doen, liefie. Weet je, gewoon zoiets zei ik. Dus ik ben toen weggefietst, maar ik vind het zo fucking irritant. Grow up, deze jongens en deze meid waren sowieso echt iets van 18, 19, als het niet ouder is. Grow the fuck up, weet je. Ik ga hier zo slecht op. Laat mij mijn fucking boodschappen doen. En val me niet lastig, weet je. Ga gewoon weg. Zo irritant dat ik denk, ik zit hier gewoon in mijn eigen dorp. Ik zit gewoon lekker mijn boodschappen te doen. Ga. Dus nou, dat was weer gaaf. Ik heb in ieder geval heel veel boodschappen. En ja. Ook echt net op tijd thuis zie ik, want het gaat weer helemaal regenen. Maar sure. Ik ga alles even inpakken. Het is nu ook alweer 5:30 of zo volgens mij. Ja, bijna 5:30. Dus ik ga even allemaal dingen opruimen. En dan tegen 6:00 of zo ga ik denk even eten maken. Zoiets. En dan vanavond lekker niks. Lekker chillen. Maar ik merk wel dat het me weer even een bepaalde feeling geeft hoor, dit. En ook vooral met die vraag van, ja, waar woon je, waar woon je? Mogen we met je mee naar huis? The fuck? Ik ga er meteen echt denken van, ja, waarom wil je mijn adres weten? Ga weg of zo. Of dan ben ik ook meteen bang van, oh my god, misschien staan ze ineens voor mijn huis. Wat doe je dan? Weet je, gewoon van alles gaat door mijn hoofd. Maar oké. Ik heb even lekker gedoucht. Mijn haar even weer gewassen, want ik vond het naar achter niet echt een vibe. Ik merk dat het me toch wel wat doet, wat er ook vanmiddag is gebeurd. Maar het is ook meer omdat ik voel dat het gewoon even weer een soort opstapeling is van allerlei dingen die gebeuren en haat die je dan krijgt. En alles wat er weer bij komt kijken, dat je een publiek figuur bent, als ik dat zo moet noemen. Natuurlijk laatst in Amsterdam met Pascal en eigenlijk toen, nou ja, toen vond ik het allemaal wel prima. Maar je weet je, het gebeurt dus zo vaak dat het me heel vaak gewoon... niet eens iets doet, maar ik merk dat het gewoon nu even op dat... in Dalfsen gewoon er weer was... Het is gewoon waar ik woon, weet je? Dat ik denk, Jesus, hoezo in letterlijk de plaats waar ik woon? Kan het gewoon zijn dat ik me onveilig ga voelen? En dat vind ik gewoon heel heftig. Dus ja,
Ik merk dat het me gewoon even veel doet. Ik ben ook niet de sterkste persoon op aarde. En weet je, ik weet ook, ik krijg gewoon tering veel shit over me heen. En ik weet dat dat erbij hoort. Ik weet dat dat hoort bij wat ik doe. Omdat ik hier ook publiekelijk mezelf blootgeef, letterlijk. Maar omdat ik het gewoon heel leuk vind om te doen. En ik vind het, dit is gewoon letterlijk wat ik doe. Is letterlijk mijn hobby. Maar er komen gewoon zoveel dingen bij kijken die worden onderschat. Mentaal vooral. En dat is gewoon, dat ik merk dat ik het gewoon soms heel even niet trek. Nu ben ik wel gewoon echt fucking blij dat ik samen met Mila was en dat ik niet alleen was. Maar het is ook echt niet alsof er iets super heftig is gebeurd of dat ik ben aangeraakt of iets. Maar het is gewoon weer zo'n opstapeling en dit was gewoon even de druppel, merk ik. Ik heb letterlijk al zelfs alle Luxaflex hier beneden dicht gedaan. En gewoon alle gordijnen die dicht konden. Omdat het gewoon, het voelt even niet veilig om thuis te zijn ook. En dan ben ik ook nog alleen. Dus mijn ouders zijn natuurlijk op vakantie. En dan is het gewoon een groot huis. En ik merk gewoon dat ik zo erg in mijn hoofd zit. En dat ik het gewoon heel even lastig heb. Maar weet je, shit happens. En het is gewoon even de laatste druppel. Die de ton laat overstromen. Of hoe zeggen ze dat? En het is ook goed om alles even uit te huilen. Omdat je dan weer verder kan. Maar ik vind het ook belangrijk om te laten zien dat het is niet altijd chill. Het is niet altijd makkelijk. En ik word tuurlijk, ik ben heel extreem en heel uitgesproken en heel erg aanwezig op een bepaalde manier. Maar het zou gewoon niet moeten zijn dat ik, omdat ik gewoon letterlijk mezelf ben en mezelf uit, omdat ik dat leuk vind. Qua fashion en make-up en everything. Dat ik me onveilig moet voelen of niet prettig over straat kan. Ook in de kringloop vandaag. Ik heb waanzinnige dingen gescoord, alles is leuk, maar ik word wel door letterlijk allerlei mensen gewoon echt aangestaard van wat de fuck komt je hier binnenlopen. Dat ik denk, ik kom ook gewoon even kringlopen gezellig. En dat heb ik gewoon elke dag, elk moment waar ik ook kom. En dat speelt ook met je mentaal. Omdat je gewoon, je kan niet altijd sterk zijn en dat blijkt maar weer. Maar ik ben wel blij dat ik het zo even uit kan gooien. Het is gewoon soms heel veel. Maar ja, ik ga even koffie drinken. En Gooise Vrouwen kijken. En dan hopen dat ik zo wat bij kom. Maar it's a lot. Oh, Jesus. Good morning. Het is een nieuwe dag. Ik leef nog. Ik heb natuurlijk het laatste shot dat jullie hebben gezien. Was dat ik aan het huilen was. En het werd alleen maar erger, moet ik zeggen, door de avond heen. Ik heb echt zo fucking ugly cried. Met moeilijke ademhalen. En nou, je weet allemaal hoe dat gaat. Maar er kwam uiteindelijk ook nog een telefoontje van mijn vader. Die belde om even iets te vertellen wat er was gebeurd. En er is gewoon iets heel vervelends gebeurd. En daar zou ik verder niks over vertellen, want dat is niet aan mij. Maar iets heel vervelends gebeurd in de omgeving. En dat kwam er ook nog bovenop. En toen, in het begin ging het eigenlijk wel goed weer. Nou, en op een gegeven moment, ugly crying gewoon, maar echt heftig. En ik kon gewoon niet stoppen. En ja. Maar ja, ik heb wel goed geslapen. Ik heb een hele rare droom gehad trouwens. Echt tering. Ik heb geen idee meer ook waar het nou over ging. Ja, heel vaag, maar het was heel buitenaards en heel moeilijk. En over een random chick die hier binnen kwam stormen, terwijl ik een taart aan het bakken was die aan het verbranden was. En die wilde hier blijven slapen, maar ze had 3 katten. En toen zei ik, ja, dat kan niet, want mijn vader houdt niet van katten. En toen was het, oh, waar moet ik dan slapen? Ik zeg, ja, geen idee. Dat is heel random. Maar ik schijn die chick te moeten kennen, maar ik heb geen idee wie het was. Dus dat is ook echt gaaf. Zo raar weer. Maar ik heb lekker mijn koffie, ik ga zo ontbijten en ik ga even het huis klaarmaken. Ik ga even wat wasjes draaien, mijn bed verschonen. Alles even lekker weer doen. Morgen komen mijn broer en zwager terug. Ik heb hier zo veel zin in. Gewoon dat ze weer in Nederland zijn en dat je ze gewoon weer kan zien. En we gaan morgen ook lekker lunchen en waarschijnlijk ergens koffie doen. En
dan gewoon even gezellig, even weer bijkletsen. Ik moet ze ook aankomende week helpen met schoonmaken in huis. Dinsdag is dat, want dan kunnen ze het huis weer in. Die hebben ze verhuurd en dan kunnen ze er weer in. Dus daar ga ik helpen schoonmaken. En ja, echt gewoon zo leuk dat ze er weer zijn. En dat je gewoon wat regelmatiger weer elkaar kan zien. En dat je gewoon, ja, dat. Echt super leuk. Dus ik wil even het huis een beetje aan kant doen. Niet dat ze hier blijven slapen ook of zo, maar toch. Het is altijd wel lekker, ook als zij gewoon hierheen komen, dat het huis wel een beetje, weet je, gewoon normaal is. Niet dat het slecht is, want ik heb het huis echt goed onderhouden, moet ik echt zeggen. Zeg mezelf, even schouderklop, ja, hallo. Dus dat is eigenlijk een beetje wat er gaande is. Dus vandaag is weer gewoon lekker stay-at-home vlog. Wat al het hele weekend is natuurlijk, maar we gaan door. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, Teletubbies komen rauw. Ik heb er zin in. Oh nee, ik gooi alles over mezelf heen. Ik ben ook echt weer niks aan het filmen vandaag, maar oké, ik ben gewoon even chill. Ik merk dat ik gewoon even heel erg rustig aan wil doen en eigenlijk niet zoveel zin heb om dingen te delen ofzo, als je snapt wat ik bedoel. Ik ben wel heel even aan het kijken voor een outfitje alvast voor morgen, want ik had ineens inspiratie om bepaalde vintage trui te stylen. En morgen zijn rond 11 uur mijn broer en zwager hier, dus tuurlijk heb ik dan best wel veel tijd om klaar te maken, maar toch dacht ik het is wel lekker om heel even alvast te kijken van joh, wat doe ik aan? Ik denk dat ik best wel iets heel leuks heb gevonden om aan te trekken, dus dat kan ik zo wel heel even laten zien. Verder ben ik gewoon wat kleding aan het uitzoeken. Ik had ineens allemaal items in mijn hoofd. Ik dacht, ja, nee, klaar, wil ik vanaf, geen zin meer in. Tot ziens. Dus dat ben ik allemaal even lekker aan het doen en allemaal even aan het regelen en gewoon, ja, dat eigenlijk. Kijk, hier heb ik de outfit klaar liggen. Ik had dus heel veel zin om die vintage trui te stylen. Dit is een soort, ja, heel gek, soort PVC luierachtig broekje. Echt hysterisch. En die is doorschijnend. Dus ik heb er een zwart broekje onder gedaan. En gewoon met die kous en zo gezellig. Met die beren schoenen, Teletubbie tas. Ik denk, dit is best wel een gezellig lookje. Dus op die manier zit ik mezelf weer even te vermaken. En gewoon even chill. Doen wat goed voelt, waar ik zin in heb. En dat is in dit geval wat het is. Dus ja, want ik ben nog steeds wel eigenlijk een beetje aan het bijkomen van gisteren. Het was gewoon allemaal heel intens, heel heftig. En ja, we moeten door. Maar vanuit fashion en kleding, en daar kan ik echt heel erg altijd lekker een soort van in opgaan. En daar hou ik dan ook wel heel erg van. Dus dan vind ik dat ook wel heel lekker om daar te focussen. Dus dat is wel heel erg fijn dat dat lukt. Het is ook nou, tussen 5:30 en 6:00, dus ergens. Straks ga ik een keer wat eten. En zo proberen we de dag door te komen.